Kunst en wetenschap kunnen elkaar optillen. Het zijn twee benaderingswijzen van de werkelijkheid die vertrekken met een andere bril op, maar die heel verrijkend zijn voor elkaar en uit die kruisbestuiving kunnen vaak nieuwe dingen ontstaan. Ja, de band tussen kunst en wetenschap is een thema dat in de afgelopen jaren sterker naar voren is gekomen. En het heeft iets te maken met de idee zelf van wat een universiteit is. Namelijk proberen alle verschillende vormen van kennis een plaats te geven. Wat kunst vooral doet, is dankzij verbeelding en dankzij een soort vrijheid die in de kunst ook aanwezig is, kan je nieuwe thema's, nieuwe wegen gaan verkennen. Makkelijker dan dat kan binnen de wetenschap. Lucas School of Arts en KU Leuven hebben een zeer boeiende relatie en eentje die in de laatste jaren ook echt verder wordt geëxploreerd. Er zijn verschillende samenwerkingen tussen de twee instellingen waarbij kunstenaars en wetenschappers worden samengebracht en dat leidt tot kunstwerken, tot nieuwe inzichten, tot nieuwe manieren om aan onderzoek te doen. Eigenlijk gaan kunstenaars en wetenschappers allebei gaan analyseren en terug samenstellen om iets te gaan onderzoeken. Dus een instelling waar kunstenaars worden opgeleid en een instelling waar wetenschappers worden opgeleid, die hebben elkaar heel veel te bieden. Wetenschappelijk onderzoek en artistiek onderzoek kunnen elkaar versterken om samen betere samenlevingen te bedenken en grotere toekomsten te ontwerpen.